dit is niet hoe een influencer te werk gaat. Dat klopt gewoon niet. Dus ik was al een beetje pissig, omdat ik dacht... makkelijker en motiveert ook weer, omdat ik terug kan kijken naar, oh ja, zo heb ik het gedaan en nu ga ik het weer doen. Ik heb dus een heleboel foto's hieronder staan en wat je eigenlijk kan doen. Dit is dus het voordeel van twee schermen hebben. Ik ga naar Creative Business. Dus wat ga je doen als je gewoon eventjes niet meer weet wat voor content je gaat maken en je wil wel weer gewoon van alles delen? Precies, je gaat vloggen. Ik moet zeggen, ik heb 2 maanden lang heb ik gevlogd. En dat bedoel ik dus, ik heb januari en februari gevlogd. En daarmee heb ik ook complete maandvlogs gemaakt. Dus die compilaties zijn in het Engels, staan op mijn Engels kanaal. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Maar goed, weet je, ik wil eigenlijk meer Nederlands vlogs ook gaan maken. Omdat ik super leuk vind om altijd dat soort vlogs terug te gaan kijken. En ik dacht, weet je wat, misschien vinden jullie het ook wel leuk en interessant. En I don't know, ik wil gewoon vlogger worden of zo. I don't know. Dit is gewoon wel heel erg leuk om te doen. Dus bij deze. Momenteel ben ik dus even bezig met school. En voor school moeten we echt wel een heleboel dingen doen. Dus als je het nog niet weet, ik doe de opleiding Media Creative Business. Maar het is feitelijk Media Informatie Communicatie. Dus ik leer een heleboel about marketing en video, fotografie en formats maken en al dat soort dingen. En dat zijn we dus nu ook aan het doen. Dus ik wil even nog een video gaan maken. Eigenlijk vandaag over ons tv-format en wat ons idee is. En dat uiteindelijk gaan uitwerken voor onze presentatie. Maar ik heb nog zoveel andere dingen te doen. Ik heb echt een heel A5'tje vol met allemaal dingetjes. Dus ik moet echt nog samenvattingen maken. Ik moet nog presentaties gaan voorbereiden. Ik moet een andere samenvatting gaan maken. Ik moet nog een fotografie moodboard maken. Al dat soort dingetjes. Dus ben je een beetje nou geïnteresseerd in wat ik allemaal moet doen voor school vandaag? Nou, dan welkom. Deze vlog is perfect voor jou. Want ik moet echt eventjes hard aan de bak vandaag. Op dit moment ben ik bezig met het vak digitaal ontwerpen. En dat is eigenlijk in groepsopdracht. Maar je moet het ook individueel doen. Dus het is een beetje vraag. Dus wat ik nu aan het doen ben is de empathy map. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik loop super achter. Want er waren gewoon een heleboel andere dingen wat ik eerder wilde gaan doen. En ja, nu moet ik echt een heleboel gaan doen voor dit vak. Dus deze maken. En daarna, zoals je kan zien, dit zijn nog allemaal dingen die ik moet gaan vullen. En uiteindelijk tot een resultaat moet komen. Oké, inmiddels zijn we dus een paar uur verder en ik ben een beetje pissed en sad. Want we hebben zojuist de beoordeling gekregen op onze herkansing op een project van vorig kwartiel. Dat ging letterlijk over media en influencers. En ik dacht echt, oh, dat gaat een leuk vak worden, want weet je, ik heb er heel veel ervaring mee. Ik heb letterlijk 3 keer een half jaar bij mijn stages stage gelopen voor social media. Dus ik was meer de social media stagiair dan echt de videoproductie stagiair. En eerlijk is eerlijk. Ik had echt zoiets van, yo, ik weet hoe dat moet. Het gaat helemaal goed komen. En toen kregen we de opdracht en ik dacht, nou, dat klopt niet. Want ik heb met influencers ook gewerkt. Met grotere influencers. Ik weet, dit is niet hoe een influencer te werk gaat. Dat klopt gewoon niet. Dus ik was al een beetje pissig, omdat ik dacht van, yo, jullie docenten weten nog niet eens waar jullie het over hebben. Jullie proberen het ons nu aan te leren. Er klopt iets niet. Maar goed, dat heb ik ook wel laten weten bij de eerste presentatie. En ik denk dat ik daar een beetje de docenten misschien bloed onder de nagels vandaan heb weten te halen. Want ze waren het er niet mee eens. Maar goed, wij kregen 5. En dat is een onvoldoende. Dus wij hadden van, je slaat helemaal nergens op. Maar goed, we gaan wel herkansing doen. We hebben dus van alles aangepast. Echt een heleboel dingen toegevoegd. We hebben alles gedaan wat ze wilden. Stond ook in de beoordeling. Maar het was niet spectaculair veranderd of zo. Dat ik denk, ja nee, maar wij wilden het ook niet spectaculair veranderen. Wij wilden gewoon even zorgen dat het goed was. Zodat jullie uiteindelijk je zin krijgen, feitelijk. Dus eindstand, het wordt een beetje kiele, want we moeten ook nog eens de presentatie opnieuw doen. En dat betekent echt dat we die heel erg goed moeten doen. Want als wij die niet onvoldoende krijgen en we krijgen maar 2 punten erop, dan is het een onvoldoende. En als we het wel goed doen en we krijgen voldoende, dan is het een hoogte. Een zesje. Nou, sorry, maar een zesje voor dit fucking project. I'm pissed. Dus ik ben vandaag eventjes weer helemaal gedemotiveerd door deze school. Yet again. Dus Daar zit ik op dit moment nu mee. En alsof ik al niet genoeg aan mijn hoofd heb op dit moment. Want dit gebeurt nu dus de hele tijd. Ook als ik denk, yo, het gaat echt goed. Ik heb echt zin om weer op school te doen. Dan krijg je weer een onvoldoende. Of je krijgt weer een stomme beoordeling. Dat je denkt, waar doe ik het allemaal voor, weet je wel.
Oké, het is nu 6:30 en ik hoorde net dat wij nog eventjes gaan hardlopen. Dus dat ga ik doen. Maar ik ga dan eerst even wat eten maken. En daarna hardlopen. Daarna nog even snel een samenvatting maken van een vak wat ik wel erg leuk vind. Namelijk media-effecten. Het zijn ook leuke docenten. Die leggen het lekker uit. Dus ja, daar heb ik eigenlijk best wel zin in. En daarna ga ik naar Meppel, aangezien ik morgen ergens naartoe ga. Zodat ik foto's kan gaan maken voor de fotoreeks binnen journalistiek. Dus ik hoop dat dat ook allemaal goed gaat. Het is altijd wel weer het spannendste van de dag. Even bedenken wat je gaat eten. Wat heb ik nog? Ik heb courgette. Broccoli. Didi. Fromage heb ik daar nog genoeg van. Nog niet genoeg. Laten we het mengen met carbonara. Ik ben dus vandaag, of nee, ik ben deze maand, ben ik op de vegetarische tour gegaan. Dus ja, dit wordt niet anders dan groenten. Met pasta, saus en ja, geen vlees, geen niks. Niet omdat ik vegetarisch wil worden en dat ik het zielig vind voor de beesten. Sorry als je dat wel de reden is. Maar puur en alleen maar omdat ik lekker wil gaan. Ik wil graag proberen voor een sixpack en alles. Dus dat betekent dat ik nog even de laatste paar kilootjes eraf moet krijgen. En we zijn al aardig goed onderweg, maar ja, dus dat. En geen alcohol deze maand. Dat is ook iets. Maar ik ga dat toegeven. Er is zaterdagavond een cocktailavondje. Dus ik denk dat ik even een cheat ding ga doen deze maand. Oké, top. Voilà. Oké, dus het eten is klaar en ja, het smaakt echt wel lekker. Ik ben tegenwoordig helemaal van de broccoli rijst. Ik hou namelijk enorm van pasta, maar meer in verband met de saus en de dingen die je er doorheen doet. En feitelijk, alles wat je met pasta doet, kan je ook gewoon met je broccoli rijst doen. En het smaakt heerlijk. Ik vind het eerlijk gezegd zelfs nog lekkerder. Dus ja, daarom kan ik gewoon allemaal lekkere sausjes eten. En dat combineren met iets wat gezond is en licht op de maag en niet veel koolhydraten heeft en zeker niet veel calorieën heeft. Dus perfect. Oké, klaar om te gaan. Ik moet nog wel even iets warmers over aantrekken. Want dit wordt niet wat. Maar goed, ik ben even aan het haasten en probeer te vloggen ondertussen. Waarom doe ik dit op deze manier? Maar ja, we gaan dus eventjes wat hardlopen. Het zal wel een rondje van zo'n 5 kilometer zijn. En dan als dat klaar is, dan ga ik echt die kant op. Maar ja, dus even snel nog rondje. Het is super koud. Het heeft letterlijk vandaag gehageld. Gisteren was er een laagje sneeuw. Like what the fuck. Maar goed. Dus oké, ik zit in een... Oké, ik praat zo raar. Want ik zat net even in een push. In een mooie squat positie. Want ik dacht, haha, dit is makkelijk. Maar dat is het niet. Oké, doei. Oké, ik ben dus terug. We hebben even een klein rondje gedaan. Ik ben nu mijn spullen aan het inpakken. Want ik wilde eigenlijk nu al weggaan. Maar ik... was iets later. Dus ik pak nu eventjes de spullen in. En de tas is al klaar. Nog even de rugzak. En dan let's go naar Meppel. Hey, het is alweer 2 dagen verder. En ik wilde in principe gisteren wel het een en ander filmen. Alleen omdat ik dat niet kon doen in verband met privacy en dingen, kon ik dat niet doen. Maar ik heb in ieder geval gisteren een superleuke dag gehad. Ik ben mee gaan patrouilleren met een opleiding. En dat was heel erg tof. Het was super koud. Maar ik heb heel wat foto's kunnen maken. Dus die ga ik even inladen. En die ga ik straks bewerken. Ik heb nu nog eventjes tijd tussen de lessen door om goed te leren. Dus wat ik ga doen is, ik heb namelijk een hele map met al mijn samenvattingen. Dat wordt er echt een heleboel. Maar ik heb echt zoiets van, ik wil heel goed dit vak afronden. Dus ik ga even media effecten leren. Er zijn heel veel termen, heel veel dingen. Dus eerst die samenvatting afmaken, zodat ik het allemaal in mijn hoofd kan stampen. Ja, dat moet gebeuren. In principe is het zo dat ik altijd werk met Lightroom. Dus ik ga even Lightroom openen. Nope. Importeer. Moet je ook even zien hoeveel verschillende vakken we al hebben gehad. Dat is niet normaal. Fotografie. Oh nee, die moet ik niet hebben. Die niet. Die moet ik hebben. Oké, let's go. Dit is dus het voordeel van 2 schermen hebben. Ik ga naar Creative Business. En ik ga naar Media Effecten, want ik ga de kennisclips even kijken en daarvan de samenvattingen maken.
In principe is het zo dat ik eigenlijk een standaard kleurenschema heb voor wat ik wil gaan doen. Dus in dit geval is het zo dat ik al mijn samenvattingen voor elk vak hetzelfde maak. Wat gewoon voor mijzelf overzichtelijk is. Want zoals je hier kan zien, ik heb dan de samenvatting, het vak. Zodat ik eigenlijk voor elk vak precies weet hoe ik mijn samenvatting moet maken. Maakt het voor mezelf even wat makkelijker en motiveert ook weer. Omdat ik terug kan kijken naar, oh ja, zo heb ik het gedaan. En nu ga ik het weer doen, omdat het dan een stuk makkelijker is om te leren. Oké, de foto's zijn inmiddels ingeladen. Dus ik ga even een selectie maken en dan ga ik ze misschien alvast een beetje bewerken. Les begint over een kwartiertje. En daarna heb ik nog een meeting voor een andere opdracht die we dus nog moeten presenteren. Als dat klaar is, ga ik verder met het maken van samenvattingen. Misschien ook even leuk om te laten zien hoe ik dat eigenlijk doe. Ik heb dus een heleboel foto's hieronder staan. En wat je eigenlijk kan doen is op het moment dat je een foto selecteert. Dan kun je dus op 1, 2, 3, 4. Dus zoals je ziet staan, zie je er nu 4 sterren. Maar kan het ook nog 8 of 9. En dan wordt het in één keer een kleurtje. En dat betekent dat op het moment als ik bijvoorbeeld dit een blauw kleurtje geef met ster 2. Dan kan ik kiezen, oké, dit zijn alle sterren. En dit zijn alle blauw. En dan komt hij hier te staan. Maar ik kan ook zeggen, oké, ik haal de sterren weg. En ik kies blauw. En op die manier zul je alleen de foto's zien staan. Ja, net zag je het niet, omdat hij helemaal in het begin stond. Maar op deze manier kan je selecteren welke foto's je wel wil gebruiken. Of misschien wil gebruiken. En het werkt gewoon heel erg fijn en super snel. Overigens is het ook alweer even tijd om te lunchen. Dus dat doe ik met 2 gebakken eitjes en 2 volkoren crackers. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag en ik moet zo meteen gaan werken. Maar ik ben heel erg vroeg wakker uit mezelf. Dus laat ik alvast opstaan. Het punt is namelijk dat ik vandaag ga thuiswerken. Dus ik heb eigenlijk geen reistijd vandaag. Wat heel erg fijn is, want dat scheelt echt gewoon een heel uur. Dus ik ga, denk ik, nu eventjes alvast een workout gewoon van tevoren doen. Want ik werd om 7 uur wakker. Ik moet om 9 uur aan de slag. Het is nu zo'n 8 uur. Ik heb gewoon nog een uur. Dus ik kan wel die kant op gaan rijden. Maar dan denk ik, yo, ik wil mijn reistijd aan het eind van de dag wil ik ook beperken. Omdat ik nog moet gaan leren. Maar op dit moment ben ik echt nog niet wakker genoeg om te gaan leren en daarop te focussen. Maar fysiek even een workout doen, dat moet lukken. Oké, ik heb zojuist besloten dat ik even de 10-minute ab workout van Pamela Reif ga doen. Als ik dat klaar heb, ga ik misschien nog eventjes dansen. En anders misschien nog even een korte leg workout van 5 minuten. Daarna probeer ik even snel te douchen. Want om dan de hele dag in je zweet workout of je workout zweet te gaan zitten tijdens het werken. Ondanks dat je thuis bent, is niet heel prettig. Dan even snel iets ontbijten. En dan bellen met klanten. Ik besef me dus altijd weer dat op een bepaald punt in de workout, omdat ik deze workout wel vaker heb gedaan, ik denk oké, nu kan ik het echt niet meer. Hier ga ik heel veel pijn lijden. Dus altijd bij hetzelfde punt. Nou, vandaag weer. Ik dacht in één keer, de vorige keer ging het best wel goed. En ik was best van, oh, ik heb het in één keer knijterzwaar om hem vol te houden. Maar goed, ik heb hem wel in ieder geval zonder stoppen weten te doen. Dus daar ben ik wel blij mee, omdat ik eerder dit nooit in één keer kon volhouden. Toen stopte ik op een gegeven moment bij de 7 minuten. En anders deed ik gewoon een pauze tussendoor. Maar ik vind het wel fijn dat ik hem nu in één keer kan doen. Dus het is gewoon klaar. Ik word daar dan zo pissig van. Hè? Dan zit ik gewoon klaar op tijd voor mijn laptop. Kan ik aan het werk. En dan werkt gewoon het systeem niet. Omdat wifi IP weer is gewijzigd of zo. En dan is het zo van, oké, eventjes snel wijzigen. Zodat ik het misschien zelf kan fixen. Lukt niet. Dan de IT inschakelen, maar net te laat, waardoor ik gewoon een uur later kon starten. Frustrerend. Overigens, als collega toevallig deze video zien, ik heb gewoon gewerkt. Alleen dan eventjes voor een ander gedeelte met een andere taak. Dus ja. Maar nu kan ik in ieder geval de taak doen die ik moest doen vandaag. Het voordeel van thuiswerken is de lekkere koffie. Ja, waar, we hebben op zich best wel oké koffie. Maar dit is wel beter. We zijn alweer klaar voor vandaag. Dus ik ga even leren. Want wat moet gebeuren? Ik ga zometeen, als het goed is, heb ik nog iets van een meeting met een groepje. En vanuit daar gaan wij even een presentatie bespreken. Aangezien dat een herkansing is. Dus, en het gaat lekker over media en influencers.
Ja, dat wordt een leuke, want we moeten die goed doen. Want anders hebben we een onvoldoende. Dus dat gaan wij doen. Ik ga samenvattingen maken. Onder de jongeren. Onder de jongeren. Was een van de trends backstage beelden van fotoshoots? We hebben gekeken naar tracks binnen TikTok die onder de jongeren. Zo'n TikTok hebben wij gemaakt. Ja, maar niet uit. Ik doe wel verder, maar hij staat wel goed op papier. Nou ja, ik dacht ik loop wel door, maar we zitten nu op 3 minuten. Even knijtig haar. Het is 9:30. We zijn zojuist klaar met de presentatie maken. Althans, we moeten nog 1 of 2 slides moeten bespreken. Maar echt, ik kan niet eens meer praten. Ik wilde net even wat tekst gaan zeggen. Ik zat van alles om elkaar te lullen, dus dat werkte ook niet. Ik heb wijn. Ik ga naar beneden. Ik ga met huisstudenten. Of zie je, ik kan niet eens meer praten. Dat had ik net ook. Ik ga even met een paar huisgenoten gaan even een wijntje doen. En dan is het slapen en morgen werken. Goedemorgen. Het is zondag. Laatste dag van de week. En vandaag wordt al helemaal stampen. Dinsdag tentamen. Ik ga knallen vandaag. Dus ik heb ook niks anders op de planning staan dan alleen maar vandaag 1 vak leren. En dan kijken of ik misschien nog wat anders kan doen voor een ander vak. Maar wel echt mijn uren goed besteden aan media-effecten. Ik hoop echt gewoon dat het een beetje lukt. En als ontbijt neem ik wat Griekse yoghurt met een banaantje. Oké, ik heb even de tafel hier vrijgemaakt. Ik ben dus nu aan het leren. Ik heb een laptop in ieder geval. Kan ik altijd kennisclips opkijken. Ik heb pen, papier, spullen, map. Dus ik ga even deze samenvatting afmaken. Als dat af is, dan is het echt uit mijn hoofd gaan leren. Oké, ik denk dat ik op dit moment niet meer heel veel te delen heb, want we gaan nog wel vandaag het een en ander doen, maar niet echt wat aansluit verder bij deze vlog. Dus ik dacht, dit was in ieder geval deze week. Ja, ik weet niet, ik wil gewoon het een en ander vastleggen en even weer het Nederlands vlog oppakken. Dus, dat was het. Dit was een beetje een realistische week als thuisstudie media student en ja... Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog en dan zie ik jullie weer in de volgende. Doei!